Fuck iedereen, welkom bij Glory United. Ik ben uw host Brian Swaas de Warte en vandaag heb ik een volledig, een voltallig panel. Want net zoals mijn United hebben we ook blessures gehad, maar iedereen is terug fit. We hebben ten eerste aan mijn rechterzijde de man die de vorige week wel was, Medi is in de building. Wagwan. Broer, praat met enthousiasme, man. Oké, ze hebben ja, oké. Vandaag ben ik ook met Mwanza. I'm back. Mwanza is er ook. Dus hij was ook even een weekje ertussenuit. En ik denk dat we Randy een lange tijd niet meer hebben gezien. Dus Randy is ook terug. Ja, man. Randy heeft mentaal verlof genomen van Man United. En ik ga jullie hier, ik ben de volgende in de rij. Hij is er vroeg geweest. Ja, je bent eigenlijk niet lang genoeg weg geweest, man. Nee, man, inderdaad. Voor jouw mental health. Maar hoe is het met jou, man? Eigenlijk had ik nog een extra week moeten pakken, want het is international break. Ja. En dan pas had ik moeten komen. Inderdaad. Maar net zoals onze club kunnen wij ook niet plannen. Maar dat is niet erg, man. By the way, ik ga 6 karten. Ik ga met 10 mensen karten. Ik denk niet dat gaat gebeuren, maar we zullen zien. Dat is gewoon een sociaal experiment, hè. Met zwarte mensen afspreken. Nou, dat is echt zien. Lukt het of niet, man? Maar bon. Over de wedstrijd van vandaag. We hebben dus eventjes heel kort kader. We hebben midweeks gespeeld in de Champions League. We hebben verloren met 4-3 tegen... 3-2. Ah, 3-2. Maat, ja. Voor mij is hetzelfde, broer. Ja. We hebben 1-0 verloren. Verloren tegen Galatasaray. Ik ga die wedstrijd niet bespreken. Nee, want ik heb Kandas, broer. Mijn hoofd is heet, bro. Ik ben zelfs verbaasd. Ik nu mijn smaal op mijn gezicht. Broer, ik ben hier binnengekomen. Dat was voor mij doomsday. Snap je? Dus het feit dat ik nu aan het lachen ben, top. Dus vandaag, Brentford Man United. 2-1 overwinning. In de 92e minuut scoort McTominay. In de 96e minuut scoort McTominay. Maar dat is een beetje kaderen. Hè? Een beetje op Twitter gezien scoopen. Scott McTominay, wat is zijn nationaliteit, Monza? Schot. Hij is een schot, inderdaad. Wat is de nationaliteit van Sir Alex Ferguson? Het is een schot. Inderdaad. En als we scoren in de laatste minuut, hoe noemen we dat dan in de Premier League? Fergie time. Wauw, deze jongen is jong. Hij is jong. Hij kent Fergie time. Hij is zo spot. Hij is zo bro, dit is gewoon mijn net basis. Ja, dit is schorsing voor 3 weken, maar oké. Okay, dus, oké, Fergie time. Om een beetje te gaan kaderen. Het was zo, iemand zei op Twitter, voetbal zit vol met narratieven. Voetbal zit vol met verhaallijnen. En we hadden dus gisteren het jammerlijke nieuws gehoord. Dat de vrouw van Sir Alex Ferguson was overleden. En dan was het een beetje, niet ironisch, maar het was een beetje, ja, zoals ik zei, een verhaallijn. Scott McTominay is iemand die werd gehaald bij de club door Sir Alex Ferguson. Een dag na zijn vrouw overleed is hij dan degene die scoort. 2-1 in de 96e minuut, Fergie time. Het was heel veel links naar Ferguson zelf ook. Zelf was ik een beetje teleurgesteld in de club, want ik heb gelezen op Twitter, dus het kan zijn dat het ook gewoon helemaal niet juist is. Maar blijkbaar werd er wel gevraagd om een minuut stilte te gaan houden voor de wedstrijd. Dat is niet gebeurd, dus dat is wel een beetje... Misschien is het ook de Premier League dat erover moet beslissen, dat weet ik niet. Of misschien was het de last minute, al vind ik het heel raar. In het geval met rouwbandjes gespeeld, dus dat is al wel gebeurd. Alhoewel, rouwbandjes, maar dan degenen die erop komen, hebben geen rouwbandje gekregen, waar ik ook een beetje zo... Dat zie je gewoon van... Nobody cared. Maar inderdaad, 2-1 overwinning. En ik ga eerlijk zijn, jullie hebben mij gezien, ik heb de alle 2 doelpunten niet gevierd. Gewoon uit het principe. Maar die laatste, dat op petit smile. En dat is zo van... En dat is typisch Man United. Dat is zo... Ja, you're down bad, maar zo die kleine dingen trekt je zo een beetje weer terug. Ja. Dus ik zei zo van, nee, ik ga niet sucked in zijn, ik ga niet te hype zijn, ik ga niet te veel in die emotie zijn van blijdschap. Want het was echt slecht, man. Het was echt slecht, man. Het was al woensdag slecht of dinsdag slecht dat we hebben gespeeld. Vandaag was het ook weer slecht, bro. Heel veel spelers met weinig inzet, heel veel spelers met weinig creativiteit, heel veel spelers zonder zelfvertrouwen, weinig durf en we kunnen de lijst volledig afmaken. De coach ook precies met weinig enthousiasme in die wedstrijd. Oké, de 2-1 viert hij dat wel uit Bunny en de 1-1 ook. Maar je mist wel een beetje zo die spark, man. En ik denk dat wel vandaag een overwinning tegen Brentford heel cruciaal kan zijn dit seizoen. Omdat we echt in een heel slechte streak zitten. Heel veel wedstrijden verloren. Ook heel veel gewoon slecht voetbal brengen. En om dan vandaag in die laatste minuut toch wel die zege te aanpakken in een must-win game, wat het voor ons toch wel was. Het was ook een stad voor de wedstrijd. Sinds 1937 hebben we niet verloren tegen Brentford. En sinds zoveel blablabla hebben we niet zo'n slechte start gehad. Dus alle stads beginnen zo op te stapelen. En wij zijn een ploeg. Als zo'n stad beginnen te gebeuren, dan gaan wij die ook vervullen. Maar dan om toch wel in de laatste minuut te scoren met Scott McTominay. Dat heeft wel een petit smaak gegeven, maar ik was niet blij, man. Randy, omdat jij lang niet er bent geweest, wat vond jij van de wedstrijd, man? Zoals je hebt gezegd, op technisch vlak was het verschrikkelijk.
Het ging veel te traag. Ik denk dat we amper vijf à zes passes hebben kunnen geven naar elkaar. Ons doelpunt dat we tegenkrijgen is inderdaad weer door een slechte pas. Dat, ja. Ik snap dat je die pas wilt geven, maar dan moet je precies zijn. Mm-hmm. Dan moet je naar precies zijn. Je kunt in de kleine ruimte spelen, maar als je kleine ruimte, dat wil zeggen, de juiste voet, goede snelheid van de bal en van daaruit proberen te voetballen. Maar als dat al niet gebeurt, krijg je inderdaad midden van het veld, wordt de bal gerecupereerd. En oké, we gaan niet vertellen wat er hoe dat die goal dan is binnengevallen. Maar nee, het was niet goed. Het was niet goed. Er is geen enthousiasme. Er is geen creativiteit. Er is, je voelt aan alles dat iedereen echt in een dip zit. En ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe dat ze dat gaan. Ik weet niet hoe dat ze erboven. Hoe dat ze eruit gaan komen. Ik denk deze overwinning, man. Ik denk het niet. Want dat is net het hele probleem. Ik denk niet dat deze overwinning de ommekeer gaat zijn. Ik heb het gevoel van wel, want als je ook ziet de doelpunten dat we scoren tegen Galatasaray, de 2-1 van Højlund, zag je wel van, ja oké, je zag wel de team togetherness en samenleven en echt blij zijn. En ook hoe dat we dan vandaag scoren, laatste minuut en zo. Ik denk dat dat wel kantelmomenten kunnen zijn in het seizoen. Ik denk als je wist dat wint, als je nu 6-6 haalt, dus als je wint tegen Galatasaray en dan win je tegen Brentford, ja, dan ga je wel een kleine streak bij elkaar zetten en dan ga je wel beginnen bouwen. Dus ik denk dat dit wel een kantelmoment kan zijn. Ik zeg niet dat het gaat zijn, maar het kan wel een kantelmoment zijn. En dan is het denk ik wel... het is gewoon denk ik cruciaal voor deze groep, man. En ook wat jij straks zei, het is international break. Kunnen gewoon even een week gewoon als fans decompress even weer. Als club decompress. De spelers die internationaal gaan spelen, ze gaan nu dingen doen. Degenen die thuis blijven, moet je dus even 2 weken lang trabalho. Maar het is wel... Goed, denk ik, voor de selectie dat we wel vandaag hebben. Maar daar is het net. De vorige keer hadden we dat ook. Was het ook internationale break. Klopt. En uiteindelijk is het niet omgekeerd. Snap je? Dus het is daarmee. Er moet, denk ik, veel meer gebeuren. Ik denk... Ik weet niet wat er gaande is. Er is zoveel negativiteit. Je begint al het seizoen al met de Greenwood-verhaal. Dan kreeg je Anthony erbij. En nu heb je Sancho. De ploeg draait niet. Je hebt spelers die normaal weg moesten gaan. Die zijn er nog steeds. Dus je hebt eigenlijk al dat een beetje. Het feit dat we vandaag... McTominay moet scoren. Man moest normaal gezien een paar maanden geleden al weg zijn. Hij moest normaal spelen met Newcastle. Hè? Wij waren mensen die hem aan het wegduwen waren. Ja. En vandaag zijn we blij omdat hij 2 doelpunten scoort. Zie wat voor club dat we zijn. Hoewel kader, ik was McTominay in. Wat liefst? Ik was McTominay in. Ik was Fred oud McTominay in. Mooi, Fred, I miss you, come back. Mehdi, wat vond jij van de wedstrijd, man? Inderdaad, het was geen goede wedstrijd. Ik was aan het kijken en ik snap niet hoe die eerste doelpunt... Ik snap niet hoe die eerste doelpunt binnengaat. En het is al een aantal weken na elkaar dat wij zulke doelpunten binnenslikken. En ik vind dat Onana, oké, het is mooi dat hij kan voetballen, maar zoals jullie allemaal zeggen, het eerste doel van een keeper is ballen pakken. En dat heeft hij tot nu toe niet gedaan. En ik snap het gewoon. Het is gewoon frustrerend. We hebben een keeper waarop wij precies niet meer kunnen vertrouwen. Elke keer blijven ze scoren op zo'n ballen die te pakken zijn. En dat is gewoon, dat brengt gewoon een negatieve sfeer. Ik ben wel blij met de overwinning, maar... Je hebt nog steeds zo... Hij was echt shameless, man. Heb je gezien op zijn Snapchat en zo? Hij heeft dat gewoon gepost, hè? Ja, maar nee... Shameless, bro. Nee, ik heb gewoon jullie reactie. Hij heeft tot die dieren gepost. Nee, gewoon jullie reactie. Gewoon de reactie. Welkom. Gewoon de laatste 2-1, broer. Hij heeft alles opgenomen. Nee, maar we waren daar met Alex... Maar je moet je niet verantwoorden. Nee, maar ik ben blij met je. Blij, ik ben blij, maar het ding is... Dus ik ga onder druk zitten. Ja. Nee. Dit is les 1 van de opleiding. Wat zie je? Nee, natuurlijk. Nee, ik ben natuurlijk blij, maar het ding is gewoon van, na vorige keer, ik verwacht niet dat, zoals jij zei, ik verwacht niet dat het beter zal beteren door de internationale, break. Ja. Denk ik dat dat juist een averechts effect gaat hebben. Ik denk, door deze overwinning, als wij nu volgende week een wedstrijd zouden hebben, dat dat juist positief zou zijn. Maar ik denk dat de internationale break een negatieve effect gaat hebben. Omdat nu kan iedereen terug ademen. Mm-hmm. En dan gaan ze, je weet, bij ons focus. Dus ik denk dat dat ook een negatieve effect zal hebben. Oké. Okay. Manza?
Ja, heel dramatische wedstrijd, man. Ik denk dat we allemaal, zeg maar, na dat doelpunt, was alle emotie van ons, zeg maar, denk ik, gewoon eruit gehaald. Ik denk dat niemand echt met veel vreugde naar die wedstrijd aan het kijken was. Het was heel... Ja, bro, je ziet altijd dezelfde acties bij ons, hè. Dat is even vanuit de back, hè, naar elkaar spelen. Uh-huh. Hè? Dan komt een Amrabat of Casemiro de bal vragen. Ja, Casemiro. Hè? Ja. Schiet hem naar Rashford of weet ik veel wat. Ja. Als het niet dat is, dan komt Bruno de bal vragen. Hè, en hij doet die diagonaal. Ja, naar, die nooit aankomt. Hè, die nooit aankomt. Ja. En dat is ons voetbal uiteindelijk. Of en dan Dalot, moet je hopen of Dalot die op Dalot of Rashford, ja. Die, hè, snap ik wat ik bedoel, ja. Met gevaar kan komen. Dat was triest, man. Like, bro. Ja, op een gegeven moment zit je te denken van... Like, ik kan gaan huilen eigenlijk gewoon. Hè. Like, zo erg is het. Maar het ding is, ik was in de auto, ik was aan het rijden, broer. Ik zei zo, broer, ik wil eigenlijk huilen, man. Broer, deze ploeg is echt gewoon... Ah, broer, ik ken het. En ik ga het niet elke week doen, dus ik ga het niet vandaag doen. Maar broer, elke week, bro, dat is niet normaal, broer. Dat is, ja, en, op een bepaald moment moet je tegen dit. En het ding is, zeg maar... Het is zeg maar crazy. En ik heb zoiets van... Bepaalde dingen heb ik wel zoiets van ten nacht van... Hoe zit het met onze spelpatronen? Ja, om gewoon constant acties te kunnen creëren. Want het kan niet zo zijn dat het zo slecht is. Déjà, kijk, als je eerst en vooral, als je spelpatronen wilt hebben, moet je eerst kunnen voetballen. Bro! Op dit moment, hè, frérot, passes naar elkaar geven is vrij difficile. Ja, moeilijk, bro. Dus spelpatronen, frérot, je weet, je gaat van punt A naar B, van punt B naar C, dan... Je weet, er is een bepaalde lijn die je moet volgen. Ja. Maar Frérot, als je van punt A naar B al niet kunt doen, hoe ga je dan aan spelpatronen werken? Bro, maar ik ben met jou en het ding is ook... Ik vind dat bizar. Ja. Ik vind dat bizar dat vorig seizoen, toen dat Erik ten Hag kwam, dat ze moesten werken op kaatsen. Ah, eerste training en zo. Frérot, kaatsen! That's crazy. Maar dat is mijn ding, hè. Non, mais, soyons sérieux. Nee, ik ben met jou, broer. Maar dat is mijn ding, kijk. Dat zijn zaken die wij leren bij de basis. Basis. Ik kijk naar United. Het ding is, we spelen wel zo nog... We hebben wel zo'n paar patronen zoals zo Varane terug is, als... Maar ik denk gewoon, hij in mijn A-ploegen. Hij denkt gewoon, kijk, ze hebben 11 spelers, die komen mee. Er is gewoon een rondo daar, er is een hoek. En daarna we spelen 11 tegen 11. En dan zien we wel. Want ik bij mij met Monza, broer. Ik zie bij mijn United... Geen vast patroon, wat we vorig jaar wel een beetje zagen. Precies. Het was vaak zo, we gaan een paal zoeken naar Eriksen, hij speelt hem dan... Overload. Hij speelt hem blind in naar de flying broer. En dat was zo heel veel. Maar nu ook, ik zie Dalot de hele tijd steeds underlappen bij Anthony, zeiden van voorstaan, broer. Mooi hem Lindelof op linksback, broer. Kijk, dat is gewoon de situatie. Nee, kan zelfs niet eens boos zijn. Maar dan vind ik wel, als je inderdaad in die situatie zit, waar we geen flankverdedigers niet meer hebben, buiten Dalot, zeg ik in mijn eigen van, oké, verander iets. Want we gaan niet, dat is een beetje raar om met Amrabat of met Lindelof op een bak te spelen. Speel gewoon met drie achterin. Nee, ik dacht dat ook, hè. Ik zweer het. Ik dacht vandaag van, of het, we kunnen gewoon even een goede drie weken spelen. Gewoon die eendeltjes eruit halen. Gewoon die eendeltjes persen. Nee, en dat is zo'n beetje wat mij irriteert met Ten Hag. En ik heb het vaak gehoord van Soos, is van, Ten Hag is heel koppig en hij blijft vastpakken. En ergens is dat goed. Want hij moet zijn principes verder houden, alhoewel we zien het gewoon niet. Maar het is wel ergens goed, natuurlijk, dat hij blijft bouwen op wat hij wilt gaan bouwen. Maar als je ziet, bro, als je vanaf dat je moet beginnen met een centraal verdediger op bak te gaan zitten of middenvelders op bak gaan zitten, zeg gewoon even 4-2. Broer, we spelen nu gewoon even 2-3 weken gewoon heel direct. Ik zeg niet meteen lange bal, want je kan ook gewoon direct spelen over de grond. Maar stop met die, we willen hier kaatsen, daar kaatsen. Hij komt, nee bro, hou het gewoon eventjes gewoon keihard. Maar weet je wat het verschil is? Dan dat we zeggen dan van, het is goed dat hij zich aan zijn idee vasthoudt en zo. Ajax, zo'n broer in de Eredivisie, is allemaal leuk en zo. Ja, dat is anders. Je hebt de beste spelers. Ja. Hier moet hij uiteindelijk leren van, bro, er zijn 10 clubs, 15, 20, die gewoon zeggen van, fuck you. we hebben misschien even goede spelers of we hebben misschien... een even goede trainer. Dus uiteindelijk moet je dingen proberen uiteindelijk. Mm-hmm. De beste trainers in de Premier League zorgen ervoor dat je uiteindelijk daar hoog zit. Ja. Je komt niet meer zomaar, zang bedoel, in die top 6 Maar het is, zo. Dat is niet meer makkelijk. Zeker dit jaar is het heel moeilijk. Maar het is in zijn geval... Kijk, ik wil hem niet verdedigen of zo. Mm-hmm. Want inderdaad, het is een beetje shaky op dit moment. Mm, heel shaky. heel dodgy. Maar ik snap...
zeker vorig seizoen, waar wij beginnen voetballen op een bepaalde manier en zijn we pakjes beginnen krijgen. Mm. Dus heeft hij eigenlijk geshift. Maar het was nog... Het ding is, ik weet de eerste twee wedstrijden van het seizoen vorig jaar. Maar ik blijf zeggen, dat was een heel lange periode dat we gewoon goed voetbal speelden. Inderdaad, maar dat was ook inderdaad een periode waar dat wij lang dezelfde spelers konden houden op het veld. Ja. Dat is ook zijn schuld. Alief? Want hij speelde 1,11 guys. Ja. Hij speelde 1,11 guys. Weet je wat dit jaar is? Weet je wat dit jaar is? Vorig jaar hebben we, zeg maar, wat zeggen we heel vaak, verdediging was stabiel. Hè? En dan hadden we twee guys daarvoor, Eriksen en Casemiro, die zeg maar voor zorgden. Eentje voor de stabiliteit, de andere voor de progressie en zo. Mm. Het stond daar heel goed. Nu, we hebben al die spelers hebben we in de grond gejaagd. Heel seizoen lang. Want hij heeft uiteindelijk gezegd van... ik wil die Carabao Cup halen. Zo, ik bedoel, dus ik ga mijn beste elf spelen... Mm-hmm. voor Carabao Cup en voor Premier League. Want ik moet ook hoog komen. Wat is er gebeurd? Heel veel van die guys, of er zal zijn burn-out... want hebben te veel gespeeld. Ja. En hebben nu zeg maar een begin van het seizoen... dat ze zeg maar niet fit genoeg zijn en gewoon niet daar staan. En dat hebben we ook gezien bij bijvoorbeeld de Liverpool. Toen ze bijvoorbeeld dat seizoen hadden... dat ze bijvoorbeeld voor al die cups opspeelden. Ja. Want we hebben vorig jaar, bro, we hebben in elke competitie nog gezeten... Tot het einde. Je hebt redelijk ver, ja. Precies. En je ziet gewoon dat seizoen daarna... Ze waren heel, was dat vorig jaar dat Liverpool? Ja, vorig jaar was Liverpool. Precies, want jaar daarvoor waren ze voor heel veel competities bezig. En dat hebben wij nu ook. Het probleem is zeg maar nu... Je merkt zeg maar, en dat is heel raar. Dat is best wel raar, want ik zou zeggen, ik zou het niet eens een issue vinden als Ten Hag zeg maar zijn guys op het veld brengt en er gebeurt iets en zo. Heel vaak hebben we beter voetbal gezien met andere guys. Met Sangroe. En zelfs nu. Sangroe, Garnacho is erop gekomen. Ja. McTominay is erop gekomen. Anthony maar. Hij bracht wel iets. Maar hij bedoel... Ja, maar zeg maar... Bijvoorbeeld, de tegen Palace is een perfect voorbeeld. Oké, het is tegen de B-ploeg. B-ploeg tegen B-ploeg. Ja. Maar daarin zag je wel van... het zijn de guys die niet zijn mannetjes Precies. zijn. Die wel gewoon prestaties of beter voetbal brengen. En ik weet niet of het is omdat die guys rust nodig hebben. Ik denk dat sowieso ook deel. Ja, ook niveau lag een beetje lager. Precies. Maar ik denk ook... Ja, die guys hebben rust nodig. Moeten soms eens gebankt worden. En gewoon getriggerd worden op een bepaalde manier. Want ik denk dat zij gewoon op een... automatisch piloot precies spelen. Bro, maar dat is, ik zeg het al twee seizoenen lang. Hè. Dat is gewoon omdat hij moet stoppen met... Ik heb al gezegd in pre-season ook, hè, in de voorbereiding. Hij moet ermee stoppen met al wichtige weer te gaan starten, man. Jij geeft meteen weg van een wedstrijd 1. Ik wist meteen al, meeste maat ging starten. Ik wist meteen al die ging starten. Omdat hij maakt dat zo obvious. Het is duidelijk wie er gaat starten. En dat is een beetje wat mij irriteert is zijn selectiepolitie. Is van, hoe... Ik vraag me af, hoe... kan je als speler jezelf binnen die selectie knokken? Want daar ergens begrijp ik Sancho wel. Want hij zit ook, en ik ga hem gelijk geven, vorig jaar waren er heel veel wedstrijden dat hij oftewel redelijk goed was, of dat er andere shit waren dat hij als eerste wordt gewisseld. Er worden altijd dezelfde spelers opgesteld. Anthony is net een week terug en mag al twee wedstrijden meteen ineens invallen en krijgt heel veel minuten. Je bent Hannibal aan het hypen, maar zit dan nu twee wedstrijden op de rij op de bank. Ja, ik begin me ook heel veel vragen te gaan stellen van, wat moet je nu doen? Martial speelt drie wedstrijden redelijk goed als invaller. Wat moet hij nog doen om een basisplaats te gaan pakken? En dan moet ik eerlijk zijn, bijvoorbeeld Rashford en Bruno. En je weet, ik ben degene, ik ga eerst zijn die ze gaan verdedigen. Maar dan moet je eerlijk zijn en zeggen, één van de twee moet eraf of al twee moet eraf. Maar het kan niet zijn, bro, dat je steeds gewoon gaat kiezen. Vandaag ook, we maakten een wissel, we zagen Martial erop komen... En Maza vroeg van, ja, wie gaat eraf komen? Ik zei, broer, Rashford en Bruno gaan er niet afkomen. Dus oftewel is het Mason Mount of het is iemand anders? Wie was het? Lindelof en Mason Mount. Mm-hmm. Dus daar zie je in bij Ten Hag van, het is te veel vasthouden aan dezelfde jongens. Het is te veel vertrouwen hebben aan dezelfde jongens. Maar de jongens die dan beter presteren en eigenlijk minuten verdienen, zoals vorig jaar een Pelistri, zoals dit jaar eigenlijk voor een periode een Pelistri, ja, die kansen geef je niet. En dan begin ik ook, zoals andere speelsels, zoals Danny van den Beek, die zegt van, oké, bro, dan wil ik weg. En dan moeten die jongens spelen en dan is het van, oké, nu moet ik mijn kans. Want ik zat vandaag ook zo van, hoe kan Martial eigenlijk, en ik jullie weten het, hoe kan hij vandaag opnieuw een kans krijgen om eigenlijk zijn carrière te redden bij United? Ja. Hoe, broer? Het is allemaal niet logisch en dan gewoon het spel zelf is gewoon echt bar slecht en er moet ergens een verandering komen en ik hoop echt oprecht dat het vandaag die verandering is. Ik hoop dat de international break... Iedereen gaat weg, snap je? Normaal is iedereen moet terugkomen met W's. Iedereen moet terugkomen met W's. Maar dat is net het ding. Wat? Ah ja, bro. Zweden heb je af. Maar de rest moet normaal zien winnen. Wat gaat die internationale break veranderen, denkt u? Kijk, weet je wat het ding is? Vroeger hadden wij vorig jaar, hadden we een bredere kern. Mm. Dus
Je zag zo, hij werkte met Fred als hij niet meeging met Brazilië. Hij werkte zo met een paar guys en zij waren dan zo'n beetje scherper. En ze brachten een beetje edgy. Oh, ik mis Fred, hè. Ja, ik mis Fred ook, hè. Ah, broer, ik mis McFred. No, het is best crazy om die guy niet op de bank te zien, hè. Broer, Fred en McTominay, ik mis... Allee, McFred, ik mis dat, man. Je zegt niet dat... No. Wacht. Hebben jullie de bank gezien vandaag? Maar onze bank was stabiel vandaag. Nee, heb je de bank gezien? Ja. Kijk even. Gewoon snel. Eriksen. Marcel. Ja, kijk gewoon even naar de bank. Gewoon heel snel. Maar ik weet niet er op de bank staan. Like, gewoon dat je door hebt van, hè. We hebben geen verdedigers, hè. Ah, nee, maar dit is het, hè, bro. Like. Zo'n MG, dit is het, hè. Is klaar. Like. En Nilov is blessa, dus het is klaar. Ah, Varan. Ah, oh, pita. Wacht even, Varan. Nee, ik ga niet op, broer. Maar die verdedigers die niet op het veld waren, zijn de verdedigers die normaal gezien op de bank zitten. Dus ja, precies. Après, c'est normal. Als ik nu kijk, we hebben 1, 2, 3... We hebben 6 verdedigers. 7 spelers die geblesseerd zijn. 6 zijn verdedigers. Wan-Bissaka, Martinez, Luke Shaw, Malasia en Reginom. Dat is gewoon de gouden beer. 1, 2, 3, 4, 5 mag aan. Wie nog? Malasia. Ik heb... Maar kijk naar mij dan, bro, want die ben aan het tellen. Je bent aan het kijken. Nou, Malasia, wie? Maar kijk mijn ogen. Nee? Malasia, Shaw, Reguilon, dat is 3. Kijk naar mijn vingers. Ah, maar Reguilon staat er niet tussen. Ja, ja, maar het is omdat je niet aan het kijken bent, bro. 6 van 9 zijn oud, inderdaad, dan de 7 spelers. Maar dus, Rafa Varane, luister goed. Hoe zeg je oef? Oef het doen. Nee, doe je oren open. Zeg het. Oef. Nee, zeg het. Oef je oren, dat is bizar om te zeggen. Afoe. Doe je oren open. Ja, wat heb je? Doe je oren open. Bien, zeg. Ja, ja, maar snap je? Ik wou zo zeggen. Doe je oren open, broer. Kijk naar mijn ogen. Ola, vertrek. Niet terugkomen. Wie? Nee, Varane, kom nooit meer terug. Nee, ja, is klaar. Maar tot maar. Nee. Hoeveel keer heb je dat gezegd? Nee. Ja, maar... Hoeveel keer heb je dat gezegd? Ja, maar kijk. Hij landde vorige keer toen hij trok. Ik heb gezegd, maar... Ik heb gezegd, maar... Ja, ik heb gezegd, maar... jij bent een leugenaar. Want voor het wedstrijd tegen Galatasaray zit hij... Jullie hebben mijn tweet gezien, hè. Hij heeft gezegd... We kunnen de Champions League winnen met deze ploeg. We zijn sterk genoeg. Ja, ik dacht eerst, die man leidt aan rare ziektes. Hij dacht, hij was nog bij Real Madrid of zo. Amnesia. Ja, dit was amnesia. Maar wat moet hij dan zeggen? Broer, wees realistisch, broer. Zeg gewoon, we gaan proberen te vechten om zover mogelijk te komen in de competitie. Waarom zegt hij, deze ploeg gaat de Champions League winnen? Medi, kunnen we de Champions League winnen? Nee. Kunnen we de Champions League winnen? Laat die eerlijk. Wees gewoon eerlijk. Nee. Kun je de Champions League winnen? Nee. Waarom liegt jij tegen mij? En dan, mijn vraag was gewoon op Twitter. Oké, alles, ik wil je geloven. Ga je fietsen? Nee. Gewoon. Nee, broer. Alsjeblieft. Deze ploeg gaat de Champions League winnen, broer. Je bent niet eens erbij of wat. Alsjeblieft, blijf thuis. Nee, blijf thuis. Maar broer. Nee. Kijk, wacht. Ik ga even... Op een bepaald moment moeten wij... Ik zeg het altijd. We moeten collectief serieus zijn. We hebben Bailly gekikt. Waarom? We hebben Jones gekikt. Moeim, c'est bien. Ja. Het heeft lang geduurd, maar waarom? We waren Martial kicken, want waarom? Snap jij? Moeim, Varane, je weet ook waarom. Snap jij? He? Doe maar pourquoi. Broer, dat is niet normaal, broer. Maar gezegd, kijk, Randy. Nee, wat ik weet, dat is jouw guy. Luister even. No, mais c'est même pas. Nee, luister. Wat, je gaat niet luisteren. Nee. Ja, luister. Ik heb je gezegd, ja, dus je gaat luisteren. Hij is gekomen tegen Burnley. Hij heeft 15 minuten gespeeld. We hebben hem gezien. 15 minuten gespeeld. Daarna Crystal Palace, hij heeft een petit break gekregen. Snap je? Hij heeft gezegd, respire. Daarna, match daarna tegen Crystal Palace, heeft gespeeld, we hebben pakjes gekregen. Wat is er gebeurd op, broer? Wacht, ik had mis kunnen doen, hè. 90 plus 15 minuten. Dat betekent 105 minuten op 2 weken, bro. En je bent weer aan blessa. Ga weg. Ik wil hem niet meer. Ga weg. Nee, hij is onze beste verdediger. Ik zie het nu, hè. Maar ga weg. Ik speel liever met Maguire. Ik heb het gezegd. Ik speel liever met Maguire. Wallah, ik speel liever met Maguire. Want het ding is met Maguire, ja, hij is shit. Hij maakt fouten. Broer. Hij had 1 actie gedaan, broer. Ik was nou rustig gebleven. Maar ik speel liever met hem. Nee, want ik weet, die mist, hij gaat fietsen, bro. En tenminste, ik weet, ik ga op hem kunnen bouwen, broer. Ik kan niet bouwen op een guy, broer. Eén dag je komt wel. Oké, Randy, ik ga gewoon zo zeggen. Ik werk voor jou. Jouw bedrijf. We doen evenementen. Eén week ik kom 7 op 7, andere week ik kom 3 op 7, andere week ik kom 7 op 7. Broer, ga je op mij kunnen rekenen? Nee, ga ook tegen mij zeggen, joh. Dan gaan we even gaan, ciao. Adieu, arrivederci. Jij kan Xar met Samantha, Melanie, Martial, ik weet niet wat je wilt doen, broer. Hij mag lusso. Nee, ik ben het peu, man. Elke week, je bent blessa, broer. Nee, alsjeblieft, man. Ik ga het in mijn document. Maar dat geeft gewoon ook gewoon aan. Wat voor, hoe slecht dat we geleerd worden, man.
Broer, dat heeft niks te maken. Dit heeft niks te maken met leiding. Dat is persoonlijk. Het heeft veel te maken met leiding. Nee. Ja, wat is het raam? Hij moest gewoon wat... Hij moest gewoon doen wat Philippe Lam heeft gedaan. Wacht, na WK, ik moi, stop. Kijk, moi j'aime bien. J'arrête. Moi j'aime bien Varane. Ik weet het. Moi j'aime bien Varane. Ja. Maar waarom heeft Real Madrid hem zo makkelijk laten gaan? Omdat hij die issues had. Maar dat is niet zijn issue. Hè. Begin van het jaar, wie wilde Ten Hag halen nog? Kim Min-jae. Wie hebben we gehaald? Johnny Evans. Ah, ja. Het heeft veel te maken van dat onze club wordt, geleid. Hebben jullie die quotes gelezen van Johnny Evans? Over hoe hij bij onze club is terechtgeraakt? Dus vorig jaar hebben we gespeeld tegen Leicester, toch? Hè? Leicester City, dat je degradeert, die speelt nu championships. Dus als je kijkt Premier League en zo, je doet Sky Sports, je doet, ik weet niet, BT Sports, je doet Play Sports, broer. Is TNT. Elke sport dat je hebt, broer, gewoon elke supersport, alles. Je doet dat aan Premier League, je ziet Leicester City niet. Blijkbaar, dan heeft hij gezegd, kom volgend jaar bij ons poelen op. Ja. Apparemment. Kijk, het ding is, alles is according to sources. Maar als dit waar is, broer. Nee, want dan moeten we even gewoon een spreadsheet maken van Ten Hag zijn transfer. En dan zeg ik als bestuur, je mag geen transfer meer. Ik beslis voor jou nu. Dan gaan we verder naar het volgende inderdaad. Want wilt je per lijn volgen of gaan we gewoon direct springen naar sportief directeur? Ik sportief directeur. Maar net het wil sportief directeur van Atletico Madrid, Andrea Berta, binnenhalen. Kijk, eigenlijk zeg, ik ken jou niet. Nee, ik zeg eerlijk, ik ken jou niet. Ik ken hem ook. Maar ik heb de selectie gezien van Atletico Madrid. Ik wil het niet. I'm good. Nee, I'm good. Broer, heb je selectie gezien van Atletico Madrid? I'm good. Ik wil het niet. Is voor mij oké, broer. Broer, broer. Nee, maar sommige dingen zijn heel simpel, hè. Ik wil het niet, broer. Wow. Hij heeft Memphis Depay en zo gehad, hè. Ja. Oh, pikant. Broer, ze hebben Morata twee keer terug gehad. I'm good, broer. Nee, maar jullie denken, ik lach, broer. Ze hebben Diego Costa gehad uit Brazilië, broer. Wat wil je dat zeggen, broer? Yeah. Antoine Griezmann, broer. Saul Niguez hebben ze ook naar Chelsea teruggehaald, bro. En dat is de... Jullie willen dat hij... Weet je wat die hier gaan doen? Die gaan Maguire verkopen en terugkopen. Broer, hij is mannetje aan gewoon zeggen, wel bij elkaar, let's go. Nee, broer. Nee, broer. Nee, kijk, I'm good, man. Kijk, geef me gewoon die Paul Mitchell daar. Ik weet niet, die guy van AS Monaco, broer. Omdat ik weet op FM en zo, hij heeft 5-star rating. 5-star ervaring, 5-star scouting. Magnifiek. Paul Mitchell of Campos? Wie? Campos. Van PSG. Is hij bij PSG? Ja. Campos. Luis. Ja. Met zijn serieus. Kijk, die nu heb je hem activeerd. Bro. Met zijn serieus. Er is hij close het PSG van. Dat kan niet anders. Bro, van PSG was hij goed, hè? Nee, PSG, ik ga eigenlijk zeggen, wacht, sorry, hoe laat ik ben bij hem, broer. Wacht. Heb je selectie gezien van PSG, broer? Deja, kijk. Weet je nog in de groep toen ik zei van die selecties MZ? Die zeiden, oh nee, ze hebben goede transfers gedaan. Aujourd'hui, regarde maintenant. Heb je dat gezegd? Het kan zijn. Kijk in de groep. Kijk in de groep. Kijk in de groep. Wacht. Nee, kijk. Ah, maar charlatan? Nee, wacht. Ik heb dit gezegd, ik heb dit gezegd vorig jaar. Hoor, dat is Radzadje en Vitinha. Nee, niet dit jaar. Wat, wacht. Want ik heb Champions League Show gedaan. Ja? Ik zie Gonzalo Ramos en Moani. Ik zie Moani speelt links, Ramos 10. Dat was het niet. Dat was het niet, broer. Anyways, we gaan verder naar de volgende gerucht. Jadon Sancho wordt gelinkt. Sancho, ciao, bro. Bro, nee, maar. Het is al een maand bezig, snap je? Hij gaat geen sorry zeggen, alles. Ik dacht tijdens de wedstrijd zo van... Wat vind je dat hij moet doen, though? Hij was vandaag bij U18 aan het kijken. Ja, en vorige week ook. Ja, maar elke week. elke week is dat. Maar die jongen heeft niks te doen. Nou. Leef je uit. Maar nu dat we over Sancho bezig zijn, ik vind die quote van... Die quote van Kevin Boateng. Oké. Waar Kevin Boateng het ging over de situatie van Manchester United en waar dat hij zei... Iedereen moet graag praten over United, hè. Hoe Boateng is later en zo. Nee, het was een podcast was van Rio Ferdinand. Oké, Ferdinand. Shout out Rio. Dat kan niet. Dit is een... Pull up Rio. Sorry, en het ging inderdaad over Ten Hag en de situatie met de Sancho. En ik vond wel iets wat hij zei, ik had er eigenlijk niet bij nagedacht. Ja. Maar inderdaad, dat is een speler die Engeland heeft verlaten om in Duitsland te gaan spelen. En daar eigenlijk gewoon heel sterk was. Mm-hmm.
En hij is teruggekomen en ik zie niet de speler die hij nu terug is. Dus. En eigenlijk heeft hij... Comfort. Want hij zei is van, hij is eigenlijk terug in zijn comfortzone. Hij is eigenlijk terug in zijn comfortzone. Mm-hmm. Ik kan zijn vrienden zien. Ik zeg, hij heeft altijd een Xara en ik weet niet wat er allemaal. Mm. Je verdient ook bakken veel geld, dus je hebt altijd wel iets te doen. Mm. En dat reflecteert naar hoe hij nu speelt. Maar ook gewoon naar zijn mentaliteit op zich als speler. Kijk, ja. Maar het ding is, ergens in zijn carrière heeft hij wel laten zien van, ik wil wel als topspeler doorbreken. Mm. Want anders verlaat je City niet op 17 jaar. Precies. En ga je niet naar Dortmund. En ook met dat EK min 17, hij was daar ook. Ze hebben hem teruggeroepen. Twee weken daarna maakte hij zijn debuut. En dan is het vertrokken met Sancho. Dus ergens in zijn carrière heeft hij wel laten zien van, ik wil wel die speler worden. Denk je inderdaad wel dat die safe space, die comfortzone, is er wel natuurlijk naar boven gekomen. En je ziet wel van, hij is nu alleen, wel al die dingen. Maar ik denk ook, hij heeft die seizoenen gehad bij Dortmund. Top statistiek, als je dat kijkt. Bro, elk seizoen had hij dubbel. Dubbel. Dus dan denk je van, oké. Ik denk ook, hij komt terug als met de mindset van, en ik denk, dit is waar de club gewoon verkeerd handeld is. Hij komt met de mindset van, ik ben hier... De superster. Ja. Ik moet hier de superster zijn. Ook, correct. Dus hij denkt in zijn hoofd. Eén, ik ben harder dan Rashford. Sowieso elke voetbal denkt dat hij harder is dan Rashford. Ik ben harder dan Rashford. Ik heb super harde stats gekregen. Ik moet komen met United. En zoals we altijd zeggen is, hier zijn mijn sleutels. Dat is van jou. Jij bent nu man des huizes. Hij komt. En ik denk dat dit zijn allemaal gewoon psychologische factoren. Ja. 25, niet 7. Ronald. De deal was 7. Mm-hmm. 25. Oké, Ronaldo is daar, moeimd. Ik denk Cavani was daar nog net ervoor. Cavani was net ervoor. Ja, Cavani was net ervoor. Tsebia. Dus, Nee. Cavani was gekomen op het einde van die mercato. Ja, Sancho moest normaal zien. Ja. Dus dat was het ding. Een jaar ervoor was dat. Ja, dus Sancho komt, 25 geen 7. Hij komt, déjà, met Ole. Hij werd niet zoveel gebruikt in het begin. En dan was het, hij gaat rechts de flank houden. Snap je? Dus hij denkt van, oh, maar weet je wie dat ik... Hij denkt gewoon, weet je wat ik ben? Dus oké, 2 jaar gaan verder. Nu... Ten Hag komt, nieuwe coach komt. Want onder Rangnick loefde hem. En dan zie je wel zo, zijn coach hem loeft, hij geeft alles. Nu Ten Hag komt, dan hij geeft heel de pre-season, hij komt ook op 7. Ik denk, hij wil niet die 7 klemmen. Ik zeg dat heel eerlijk, broer. Want ze hebben ook politie bij Dortmund voor een reden, snap je? Hij wil niet die 7 klemmen. Dus alles, hij komt daar, hij krijgt 7 nu, Ronaldo heeft 7. Hij speelt niet op zijn positie, hij moet op 7 spelen. Alles, hele voorbereiding speelt op 7. Ah, 3 weken, het gaat niet goed. Niemand presteert aanvallend, maar wie wordt er als eerste gekikt? Jadon Sancho. En dan, inderdaad, er zijn momenten dan... Dus hij is een lange periode weg geweest, heeft niet getraind, blablabla, is teruggekomen. Hij heeft ook gedaan wat Ten Hag heeft aangeraden. Dus hij heeft geluisterd naar de coach. Hij heeft gezegd van, ga naar NL, ik ken een guy hier, blablabla. Dus ja, het klinkt wel een beetje fishy van, je gaat trainen met mijn guy, maar moet je dat een ander gesprek. Hij doet dat. Hij komt terug. Hij speelt redelijk een goede wedstrijden. En daar ga ik hem weer gelijk geven, is, hij was goed bezig. Je had hem als altijd als eerste eraf. Ik was ook op een bepaald moment van, Kiefers, hij komt eraf, hij was goed bezig. Ik kan me de wedstrijd herinneren, de terugwedstrijd tegen Brentford, daar had hij ook goed gespeeld vorig jaar, op die rechtse flank, want toen heeft hij op rechts gespeeld, was hij heel goed. Dit jaar, hele preseason, speelt hij false nine. Oké, ça va, we weten, want dingetje komt. Maar je kon Rashford dan ook op 9 zetten in de voorbereiding. Je zet hem daar false nine, je geeft hem een petit hoop. Ja, hij is eigenlijk veel sterker op de nummer 10 positie, terwijl je had geen intentie om hem in de nummer 10 te zetten. Want Bruno ging je niet op de bank zetten. En zelfs als Bruno niet op de niet centraal speelt, speelt hij op 7, wie speelt er op 10? Mees hem aan. Dus je had geen intentie om met Sancho verder te gaan. Dus op een bepaald moment denk ik ook zo van, oh, deze club met je disrespect, want ik heb niet gekregen wat ik wou. Dan ik word niet onthaald wat ik moest onthaald worden. En dan ga je mij gewoon kicken voor bams, broer. Ja, ik begrijp hem ergens. Dat is dan weer de segue waar we nu naartoe gaan eigenlijk. Van, Ten Hag heeft die ervaring niet om met zoveel grote supersterren te gaan werken, en toch? Dat is wat Zlatan Ibrahimovic. Ik zeg nu gewoon wat de facts zijn. Kadrit, wat was het? Dus het gaat over het interview van Zlatan Ibrahimovic bij Piers Morgan. Déjà Piers Morgan. Zijn vies de pute. Die kwam echt zo... Damn, bro. Maar okay. Er was dan een moment dan dat Piers Morgan aan Zlatan Ibrahimovic vroeg van... nu is er dan zeg maar weer een issue met Jadon Sancho, net als bij Cristiano Ronaldo. Mm-hmm. Vind jij dat de trainer genoeg ervaring heeft om deze...
situatie te managen of deze clubs te managen. Mm. En ja, Ibrahimovic heeft dan uiteindelijk gezegd, omdat hij uiteindelijk ook bij Ajax heeft gezeten en bij Manchester United, van ja, het is natuurlijk twee grote verschillen. Want bij Ajax uiteindelijk, je zit met toptalent, je zit met jonge guys die je moet managen en zo. En bij Manchester United, ja bro, er zijn veel supersterren. En de stap van de ene club naar de andere is gewoon immens. Gigantisch. Is gigantisch. En het zou niet eens een probleem moeten zijn, want ervaring kan je niet kopen, is wat hij zegt. Hè? Mm-hmm. Like, ervaring kan je alleen maar krijgen door tijd en zo. Mm-hmm. Dus hij moet die tijd krijgen. Maar wat kan een trainer helpen in deze situaties, is het bestuur. En het gat daartussen is gewoon te groot. Hij krijgt geen hulp, dus hij moet alles alleen doen. En wanneer hij alles alleen doet, dan zie je gewoon op bepaalde dingen toch. Hè? Topsterren gaan misschien kijken naar daarvan, ik moet sorry zeggen en zo toch. Hè? Waarvan ze denken van, dit hoort niet bij een topclub of zo. Maar hij handelt uiteindelijk gewoon hoe hij zeg maar gekend is zijn Ajax-team te handelen en al zijn andere teamen daarvoor. Dus ja, ik vond het best wel interessant. Er zitten twee kanten bij. Zelf heeft hij misschien wel zoiets van, hij zit in situaties die hij eerder niet gehad heeft. Mm-hmm. Maar het is niet per se fout in die zin. Want hij moet ook gewoon hulp krijgen van de club. Ja. Ik ga straks op counter. Ik vind wel van dat mensen te hard op ten echt zijn huid zijn. En het vooral als zijn fout bestempelen. Want als je kijkt naar het verleden, bijvoorbeeld, ik heb een podcast gezien van waarin Noah Lang zegt van ja. Mensen bestempelen mij als een moeilijke persoon om mee om te gaan. Maar ten echt kon mij wel goed coachen. Als je kijkt naar de spelers die hij heeft, bijvoorbeeld Anthony is ook wat volgens veel mensen een heet hoofd. Maar onder Ten Hag kan hij zijn kant toch altijd bewaren. En ik vind, ongeacht of je een superster bent of niet, er is een bepaalde rangorde in een voetbalploeg. Uw coach staat altijd boven u. Ondanks, wij hebben hier allemaal voetbal gespeeld. We zijn niet altijd eens met onze coach. Maar hij beslist wie speelt, wie niet. Als hij zegt, sorry, krop u. Dat is moeilijk, zeker als je een superster bent, maar krop je ego op, vind ik dan. Ik vind het vooral Sintje, gewoon, hij moet gewoon sorry zeggen. Voor, niet alleen gewoon om zijn carrière ook te redden, want dit is nu verpest hij het ook voor zijn eigen. Want mm-hmm. andere coaches zien het ook, andere ploegen. Misschien ik zeg maar iets Real Madrid of zo, maar denk die, ah, maar kijk, hij wil al niet eens sorry zeggen, snap je? Die mm-hmm. denken daar ook aan. Ik denk, als hij sorry zegt en dan loes gaat, dan snap ik dat maar. Ik vind dat hij het wel gewoon moet zeggen, gewoon puur als hij voor zijn eigen carrière gewoon nadenkt. Gewoon een goede maatje spelen, ja. Dat is niet fair. Mm. Ik heb twee kanten op mijn Is Sancho een superster? Nee, maar Vraag. Is Sancho een superster? Hij zit daartussen, vind ik. Oké. Okay. Frérot, we praten wat. Gewoon om de situatie te schetsen. Mm. Hè. Eden Hazard is naar Real Madrid gegaan, man speelt niet. Heeft hij ooit zijn mond opengedaan? Nee. Over zijn situatie. Maar dat is bij onze club, hè. Iedereen praat. Afu, Sir Alexson komt terug, Afu. Sir Alexson komt terug. Franchement, we zijn echt een verloren club. Iedereen we zijn een verloren ons. Club. Dit gebeurt. Dat wordt naar de op krant, iedereen leakt, iedereen praat bij ons. Niemand heeft respect. Nee, maar kijk, ik ga eerlijk zijn. Wat is dat, man? Ik ga eerlijk zijn. Je kan gewoon twee situaties halen van vorig jaar wat is gebeurd. Messi had ruïne met PSG. Mm-hmm. Hij zal even een video. Hij zegt lo siento. Hij zegt sorry. Ja. Mbappé hetzelfde. Hij zegt, sma. Deze broer ook, hè, want hij werd ook gewoon met B-ploeg gezet, snap je? En zij hebben allemaal wel die spek kunnen hebben om. Dus daar moet Sancho, ongeacht dat je superster bent of niet, zelfs Ronaldo, hè, want er zijn heel veel mensen, by the way, al jullie Ronaldo-fans, ik ben één van jullie, maar die zijn dom. Echt dom. Want na elke wedstrijd jullie zien dat. Ja. Ah ja, dit is wat jullie krijgen. Ik ga dit maken als snippet op TikTok, want er zijn heel veel van jullie die altijd dat willen zitten op onze comments. Ah ja, jullie verdienen niet wat Ronaldo. Ronaldo heeft zelf gezegd, hè, hij heeft zelf gezegd. Ik heb een fout gemaakt met hoe ik de zaak, hoe ik de situatie heb aangepakt met Manchester United. Maar het verleden is verleden, het is gebeurd. I move on, ik ben blij waar ik nu ben. Maar ik heb spijt hoe ik het heb afgehandeld met Manchester United. Dus hij zegt zelf ergens dat hij een fout heeft gemaakt in het hele proces. Maar hij zei, ik was toen te veel in mijn emoties, als wat er aan de hand was met mijn familie. En daarom heb ik zo gehandeld, maar ik heb er spijt van. Dus al jullie Ronaldo-fans die onder onze comments, maar ook andere comments, daar iets over willen gaan zeggen, luister eerst naar wat jullie of onze GOAT heeft gezegd. En hij heeft duidelijk gezegd, hij heeft een fout gemaakt. Dus dat is voor mij, superster of niet, en soms is het ook al, en ik begrijp wel, hè, je hebt je eigen persoonlijke trots en eer en zo,
Maar uiteindelijk moet je even gewoon kijken naar de realiteit, bro. Als je dit verder doet, je kan nu, you can make a stand, dat is schattig, mm-hmm. maar binnen 6 maanden ben je gewoon bij Nottingham Forest, hè, bro. Mm-hmm. En dan is dat cute wat je hebt gedaan, hè. Mm-hmm. Ja, you made a stand, je bent voor op je eigen punt blijven staan, maar nu ben je gewoon, je carrière is gewoon done, snap je? Yes. En ik denk, Sanchez is goed genoeg om zijn carrière terug te herlanceren. Maar broer, zeg gewoon V2, sorry broer. Ja. Zeg gewoon V2, sorry broer. Speel tot januari. Misschien je speelt 5 gimmas als je geluk hebt, bro. En dan, nee, maar dan ben je nog een beetje fit. En dan zeg je, weet je wat, ciao, chalas. Wij hebben het geld sowieso toch nodig. We halen een nieuwe flank. Jij hebt een nieuwe destinatie. Jij doet wat jij doet. Wij doen wat wij doen. En dat is oké. En ik vind het jammer, hè? Want ik was hyped toen hij kwam. Ik was echt hyped. Kapot hyped. Maar jij moet op een bepaald moment moet je een beetje... Je moet mentaal een beetje leren volwassen worden, snap je? De mensen rondom hem moeten hem dan ook kaderen daarin. Ja, maar, en als de mensen rondom hem niet daar zijn, Ja, maar Rashford is een mattie. Wat zegt hij? Maar ik heb wel gehoord dat de Britse spelers in de selectie wel hem hebben geurged om te gaan zeggen van, bro, zeg gewoon sorry. Dus Maguire, Rashford, McTominay hebben tegen me gezegd van, bro, zeg gewoon fit, sorry. En dan... Hij moet dat niet eens menen, zeg gewoon sorry. Ja, zeg gewoon, doe hoor. Dus jij hebt een lijstje, je doet zo. Zeg gewoon, coach, I'm sorry. Ja, dan je doet een beetje die... I'm sorry, man. Jij gaat niet van Super Bowl. Laatste punt dat ik wil counteren. Dat je zei van, de brug tussen de het besturen en... Ik zeg wat Zlatan zei. Hè? Ah, oké. Okay, sorry. Ik dacht dat jij dat gemaakt. Ik ga dit niet op het bestuur steken. Of misschien wel, maar je kan daar oplossingen voor vinden. Nou, als ik kan kijken naar transfers van vorige coaches. Mm-hmm. Hè? Op welk moment hebben wij Schweinsteiger binnengehaald? Ja, we lachen, maar statuut. Mm-hmm. Ervaring. Op een bepaald moment in zijn carrière. Ik kan niet zeggen superster, want dat was niet de main guy bij Bayern München, maar was wel een grote naam. Mm-hmm. We halen Di Maria, we halen Zlatan. Ik vind Zlatan eigenlijk de nummer 1 transfer. Als we kijken naar Mourinho, hij heeft gezegd, ik moet Zlatan hebben. Mm-hmm. Hij is wel een guy, en ik heb ook een stukje van de interview gezien, nog niet alles. Hij is wel een guy die kleedkamer en Ronaldo eigenlijk ook. Yeah. Elke coach bij onze ploeg heeft wel zo even een superster gehaald om die kleedkamer wel zo wat rustiger te houden. Te zeggen van, jullie denken jullie zijn goed bezig. Ja, jullie denken jullie zijn goed bezig, maar eigenlijk dit is niet het niveau. Dat is waar Ronaldo ook zei van, er waren jong guys die wilden niet luisteren. Dus goed, hè, ik heb mijn 5 Ballon d'Ors, ik heb mijn Champions League. Mijn carrière is al dun, ik wil jullie gewoon helpen, maar oké, jullie wilden niet luisteren. Maar het had ook gezegd, het is maar 1 speel dat ik geloof dat het gaat maken. Oké, het was Dalot, misschien ook Portugees en zo. Maar zei van, Dalot is de enige die echt zo... Wat mentaliteit. Mentaliteit, hij begreep het. Mm. Dus... Zlatan is zo'n figuur en ik denk dat we dat nu gewoon echt missen. En ik denk dat daar misschien dan eigenlijk wel een kleine mismanagement heeft gehad met Ronaldo. Is wel van, je hebt wel zo iemand nodig. En als Ronaldo aan zijn kant staat, heb je wel zo iemand nodig die kleedkamer wel koest houdt en zegt van, nee, jullie trainen niet hard genoeg. Of nee, coach heeft gelijk. We moeten inderdaad harder gaan werken. Of nee, we moeten zo omgaan met situaties. En daar hebben wij denk ik gewoon gemist met namen zoals een Zlatan, normaal zoals een Schweinsteiger en namen zoals een dingetje. Gewoon intelligente guys, man. Nee, maar dat is... Ten acht doet het ook, hè. Bruno is een guy. Evans is een guy. Heeft hij teruggehaald, ervaring. Maar dat zijn niet supersterren. Ja, maar... Dat is het zijn dus niet waar, de guys die... Dat is dus waar... Die de lat hoog hebben gelegd. Dat is dus waar die de fout maakt. Je zit hier bij een huge maar club. Het moet niet een superster zijn. Het moet gewoon een dominante persoon zijn in de kleedkamer. Die iedereen rustig kan houden, die iedereen op scherp kan zetten. Het moet geen superster zijn. Nee, het moet geen superster. Was Keane een superster? Keane was geen superster in zijn tijd. Maar ik begrijp wat je moet zeggen. Maar hij had wel die attitude. Als je tegen hem... We hebben allemaal die clipjes gedaan, we hebben allemaal uitgescholden. Snap je? Maar het ding is, Keane... Maar zo'n persoon moet je hebben. Het moet geen... Want voor mij, ik zie Keane niet als een super... Als ik praat over een superster. Superster is een persoon... Is een persoon die op een voorblad staat. Mm. Elke wedstrijd mee. Wordt dat alleen maar over hem gesproken. Over een Keane niet. En Keane was die guy. Keane was die guy die die kleedkamer rustig hield. Dus wie is nu die persoon bij ons? Niemand. Bij mij hoeft dat geen Rashford te zijn. Het hoeft ook geen speler te zijn. Het kan ook iemand zijn in de staf zelf die resume heeft en zegt van, bro, boys, dit is wat je moet doen. Maar wij hebben gewoon echt niemand. Ja, want je zou zeggen, we hebben guys als Casemiro binnengehaald. We hebben guys als Varane binnengehaald en Casemiro zo. Casemiro kan geen maar, 3 woorden ja, maar Engels. Ik bedoel, hij zeg kan maar, geen 3 woorden Ja, Engels. Maar ik bedoel, zeg maar... Die horen wel die guys te zijn, uiteindelijk. Zo bedoel. Maar dat is dan zeg maar de teleurstelling daarin. Maar dat is net het ding, dat is super raar. Hè? Want vorig jaar, weet je nog in het begin van het seizoen, of na die 2 wedstrijden dat we verloren, opeens elke tackle dat we deden, wij vielen dat we een goal hadden gescoord. Dat is niet Sandro. Dat is die backline die stabiel was. Maar dat is eruit. Maar ik denk enkel dat Lissandro ook zo is, denk ik.
Maar je neemt, dat ook, mee naar, je neemt ook mee naar de rest. En tijdens dat zijn op bepaalde zaken die je gaat oppikken. Ja, maar gewoon kijk, om je op te peppen. Dat is mee, maar je gaat mee in hype. Dus Lissandro is hype, dus je gaat mee in zijn hype. Maar nu ook, Dalot is ook van die backline. Dalot is ook diegene is ook die, van die zo is, van inderdaad. Maar Maguire is ook zo, hè. Lindelof is ook, hè. Evan is ook, hè. Dus ja, ze doen alle, ja, maar ze doen alle drie, hè. Dus ja, die is er niet meer, snap je? Mm-hmm. Dat is De Gea, broer. Dat was ook de grootste, hè. Yeah. Dus ja, natuurlijk. Oh, nee, ik ga Onana laten deze week, man. Ik heb nog twee kijkersvragen. Dus twee red phone questions van onze kijkers. Jorne Boerkhart. Hoe hoog moeten we volgens jullie eindigen in dit seizoen, rekening houdend met de huidige stand en blessures? We staan op dit moment, Nini had het aan mij gebruikt, we staan op dit moment. Hoe staan we op dit moment? We stonden 13e toen we het verliezen waren. Denk nu, we hebben gewonnen. Oh, was dat live score? Is dat we staan 9e. Zijn we 9e? Yes. Ik ga het eventjes snel kaderen, ik heb het gevonden, mijn excuses. We staan op dit moment inderdaad 10e. We staan 10e, omdat nu Crystal Palace aan het spelen is tegen Nottingham Forest. Ah, okay, dus ze hebben virtueel een puntje gekregen. We staan op, ik heb het straks gezegd, op 9 punten of op 8 punten van degradatieplaats. En we staan op, ook op 8 punten van de top. Dus het is nog niet zo erg. Maar waar eindigen we dit seizoen? Dus dit seizoen, hè, ja. Ik heb aan het begin gewoon gezegd, van, ik wist dat het ook moeilijk ging gaan. Veel meer teams zeg maar, gingen strijden. Wij hadden niet bepaalde transfers die we echt wilden. Champions League voetbal. En vanaf dit seizoen is het 5e plaats ook. Dus minstens 5e. Voor mij. Oké, okay, Medi? Er zijn heel veel cirkelploegen. Top 2, dat is sowieso City en ik denk Liverpool. Ja. Maar dan moet je kijken, top 3. Newcastle is sterk, Aston Villa, Brighton. Al die ploegen zijn sterk. Dus ik denk misschien vierde, vijfde. Ik ben nog hoopvol, snap je? Vierde, vijfde. Oké. Okay. Randos. Moet ik even de top 5 voor u zeggen? Ja, ik zeg gewoon waar we moeten staan. Op dit moment staat Tottenham eerste, 20 punten. Tweede ik denk staat, dat hij nog een drop-off gaat tweede staat City, met 18. Derde staat Arsenal, 17. Oh, Arsenal. Vierde staat Liverpool, 16. Vijfde staat Aston Villa, 15. Zesde staat Brighton met 15. En West Ham en Newcastle net erbuiten. We hebben evenveel punten als Newcastle. Dus. Nee, je moet vijfde halen. Je moet vijfde halen. Kom. Ja, moet minstens. Veel van die ploegen zijn nu op hype. Dus ik denk dat die een drop-off gaan hebben, zoals Tottenham. Ja, zo. Maar Tottenham speelt maar 1 game per week. Hè. Ja, ik zeg gewoon, en zijn uitkoudbaar cube nu al. Hè. Ja, maar ze hebben besteld, hebben die vroege exit gepakt. Iedereen is nu blij voor hun, maar ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Ja, ze spelen beter dan ons. Ja, dat wel, maar... Dat is crazy, Misschien hebben we dat ook gewoon nodig dit jaar. Hè? Gewoon ja, gewoon beter voetbal. Nee, gewoon geen Europees voetbal. Gewoon... Ja, maar, nee, maar ten nog, like, speel Bali? Vakken? Nah, bro. Met mij heeft de speel zijn niveau. Nee. Ah, jawel. Wat heeft zich gehaald? Ik wil een beetje... Nee. Hij is nu echt op die tip van... just shut up shop. Rap shirt Bruno, doe je ding. Dit is... Bro, dit is Oliball 2.0, hè? Ga niet liegen. Shout Oli, man. Dit is Oliball 2.0, hè? Randy? Waar eindigen? Ik denk geen Champions League, man. Damn. Spijtig genoeg niet. Dat ken niet. Net niet. Ik voel hem ergens, hè. Net niet. Van franchement, hoe dat we nu bezig zijn, is compliqué. Nee, kijk, weet je wat? Als we eruit gaan groepsfase Champions League, halve Champions League. Ja. Als we nu eruit gaan groepsfase, halve Champions League. Ja, ook alle bekers. Maar ook geen Europees, hè. Kijk, als we weten dat we dit eindigen, en dan komen vierde. Ja, maar ook gewoon alle bekers eruit. Niet gewoon alles eruit. Nou, FA Cup wil ik toch wel. En ook gewoon een streak. Nee. Nou, FA Cup is waar. FA Cup is je weet, beker. Hij gaat guys gewoon weer uit laten branden. FA Cup is hier. Dat is waar. Hij gaat guys echt uitbranden. Ah, dat is waar. We moeten gewoon een streak van, bro, minstens 5 gimma's. Dan weet ik van, dan zijn we weer there and thereabout. Zang we doen? Ja. Dat is heel belangrijk in de komende wedstrijden. Maar even gewoon een bijkomende vraag. Wat vonden jullie van Hannibal? Ik ga echt helemaal... Zeg je ding af? Wat vonden jullie van Hannibal? De voorbije wedstrijden. Ik heb dat nog niet aan jullie gevraagd. Dus positieve input. Dat is wat kan zeggen. Als we zeggen dat wij missen wat Martinez bracht, dat vuur, Hannibal bracht het wel met hem. Dus dat was wel een nieuwe opening. In de wat vond jij van Hannibal? Hannibal is mijn guy. Ja, maar heel veel guys zijn jouw guy. Ja, maar het gewoon die ballers die van Frankrijk komen. Simon Petit, Simon Petit. Laatste kijkersvraag en dan gaan we afronden. Of laatste twee eigenlijk. Zal jullie Sancho behouden, uitlenen of verkopen? Verkopen hebben we geld nodig, man. Ik zou hem gewoon puur voor zijn talent behouden, maar hij maakt het moeilijk voor zichzelf, dus gewoon verkopen. Uitlenen. Uitlenen. Hey, jullie maar als je hem uitleent, het dan niet. Ja, ik moet dat toch... Nee, maar ik ken deze club, we gaan hem niet verkopen. Ja, ik ben Merandi, man. Ja, maar kijk hem, man. Hij heeft het voor mij. Noah Lang. Ja, herinner je, Noah Lang. Kijk, de vraag was wat? Wat denk je dat de club gaat doen? Nee. De club gaat uitlenen. Nee. Wil je, ik doe? Ja. Ah, kijk hem. Ik ben al weken klaar met hem. Ja, kijk hem.
Wat zei ik? Wat zei ik in de zomer? Ja. Ja, als we 50 het. Miljoen krijgen, ja. Loes. Ja, ja, ja. We hebben die 50 miljoen misgelopen. Ja. Nee, ik ben met hem, man. Kijk, voor mij is gewoon, ik werk graag met timeframes, toch? Ja, precies. Het is al een maand. Ja, broer. En ik loop hem, hè. Like, hey, broer, maar dat, hè, man. We hebben 60 matches gespeeld deze maand, broer. Ja. Weet je, het ding is, als hij nu weggaat, hij gaat scheuren en dan gaan we zeggen, kijk, we hebben misgelopen. Ja, maar dat is altijd. Hij... Ja, dat weet ik niet. Hij is mijn guy nog steeds. Talent verlies je niet. Bro, je bent niet hard. Nee, talent verlies je niet. Maar als jij niet fit geraakt, dan al die dingen, broer. Want we hebben ook gehoord dat hij een probleem heeft met fitheid. Ja, bro, kijk Pogba nu. We dachten ook van, hij gaat weg en... Maar Pogba, dat is voodoo, dat is anders. Mooi. Bon, ik ga het afronden voor vandaag. Het was een gezellige show, toch? Nee, als het aan mij moet, leg bro. Maar het is weer beter als een show. Dus mijn United hebben toch weer iets gedaan op mij. Binnen 2 weken alsjeblieft gewoon 3 punten makkelijk. Ik wil gewoon 1 Gima makkelijk meeleven. Gewoon zo, nog zo'n Gima zoals Crystal Palace, de eerste. Ja, gewoon een 3-0. Ja, mijn hart niet zitten, man. Snap je? Een mooi spel. Maar dan moet ook even gewoon op vakantie gaan. Gewoon even tussenuit. Ja, broer, gewoon. Skip die Utrecht, Dordrecht, al die dingen, broer. Gewoon even... Ja, ga goed. Bali, snap je. Of gewoon op zijn Marcel. Gewoon ja, Ibiza. Ga naar de Bahamas of... Cheat een beetje. Ibiza, misschien, ik weet niet. Wit strand, blauw water. Snap je? Enjoy een beetje, wordt een beetje zo, bruin. Ja, nee. Man. Misschien wit van Turkije. We gaan doen even snel zo. Degraderen. Wat in die shop. Waaraan? Jij ook, ga ook op vakantie, maar permanent. Ik kom niet meer terug, man. Nou, we gaan hem done, man. Ah, ja, man. Toto, Martial, you got 2 more weeks. Bon, ik vind wel nog heulend. Door het verlies, we moeten wel belicht. Hij heeft echt een sterke wedstrijd gespeeld. Dat denk ik altijd zeggen. Heulend, zijn ding komt nog. Winter is coming. Winter. Je hebt dus een. Je gestolen van mij. Hey, ik was je host, Brian Swaas, de wachter. Dit was Glory United. Manza was in de building. Randy was in de building. Medi was in de building. We zien jullie volgende week. Blijf streamen. Dus we zijn ook beschikbaar op Spotify. Blijf streamen. We zijn ook beschikbaar op YouTube. Maar dat wist je al, want daar ben je waarschijnlijk aan het kijken. Laat een like achter als je de show leuk vond. Laat een like achter als je Medi leuk vindt. Laat een like achter als je Randy leuk vindt. Laat ook een like achter als je Randy leuk vindt. Laat een like achter als je mij net het haat, broer. Maak niet uit, broer. Doe gewoon die like. Zet een notificatiebeltje aan, want het verschil tussen subscribers en views is nog steeds te groot. Dus breng die bij elkaar. En ja man, ik zie jullie binnen 2 weken. We gaan een week even gewoon rusten, een beetje decompress. Ik ga naar Portugal kijken. Viva Martinez, let's go Roberto Martinez. En ik zie jullie de volgende keer. Ciao.